Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat een praktijk altijd financieel gezond is. In deze video ga ik verder in op het bijhouden of het aanmaken van managementinformatie. En dat komt voort uit steeds vaker de vraag vanuit praktijken om mee te kijken en om ondersteuning te bieden binnen de praktijk, omdat het rendement van de praktijk onder druk staat. Dus de financiële gezondheid van de praktijk is lang niet meer vanzelfsprekend. En uiteindelijk wordt de praktijk er ook op aangesproken, wat kunnen we eraan doen om de praktijk wel weer financieel gezond te krijgen en om wel weer een gezond rendement te halen? Allereerst gaan we dan natuurlijk kijken naar hoe presteert de praktijk. En tot mijn verbazing bijna blijkt dat het in heel veel praktijken niet inzichtelijk is hoe de praktijk presteert. Oftewel, managementinformatie is niet aanwezig. En op het moment dat het natuurlijk goed gaat in de praktijk en elk jaar weer wordt er een gezonde winst behaald, want dat blijkt dan het jaar erop als de accountant langskomt, dan is de noodzaak tot managementinformatie misschien nul. Maar op het moment dat het rendement van de praktijk onder druk komt te staan en de praktijk uiteindelijk ook gaat kijken naar op welk vlak kunnen wij verbeteringen doorvoeren om wel weer financieel gezond te zijn, is het natuurlijk heel belangrijk om goed inzicht te krijgen in hoe de praktijk presteert. En is het heel belangrijk om het gevoel wat tandartsen soms wel hebben bij de praktijk, het gaat redelijk goed, of op bepaalde dagen loopt het minder goed, om dat gevoel uiteindelijk te gaan scheiden van de feiten. En de managementinformatie bevat de feiten waar we uiteindelijk conclusies uit kunnen trekken en waar we ook daadwerkelijk verbeteringen op kunnen doorvoeren. En wat we hebben gedaan in de toolkit, we hebben twee voorbeelddocumenten opgesteld en wij adviseren praktijken om deze documenten ook te gaan gebruiken om in ieder geval de feiten over hoe presteert de praktijk inzichtelijk te maken. Dat is enerzijds het overzicht managementinformatie met betrekking tot financiën, dus met betrekking tot de omzet en de kostenposten van de praktijk. Maar daarnaast kun je eenzelfde overzicht ook opstellen, meer gericht op de zorgverlening die wordt geboden door de praktijk. Dus bepaalde zorgindicatoren te gaan meten in de tijd, om dus daadwerkelijk inzicht te krijgen in hoe goed het uiteindelijk gaat met betrekking tot de zorgverlening ook. Beide overzichten zijn als voorbeeld opgesteld, zijn een leidraad. Het advies ook aan u om daar kritisch naar te kijken en uw eigen draai eraan te geven. Het risico met betrekking tot managementinformatie is namelijk wel dat als de praktijk informatie gaat verzamelen, dat er een overload aan informatie ontstaat. En op het moment dat er een overload aan informatie ontstaat, is het maar zeer de vraag of daar de goede conclusies uit getrokken kunnen worden. Dus wees kritisch op wat u wilt weten en stel het managementoverzicht of de managementinformatie ook op basis van uw eigen wensen en wees daar dus selectief in. Naast deze twee overzichten hebben wij in de toolkit ook nog benchmarkgegevens bijgevoegd. En dat is wel handig om er af en toe eens naast te leggen om te zien van hoe goed presteren wij dan als praktijk? Want op het moment dat dat de benchmark ontbreekt, is het natuurlijk altijd lastig om er enige waarde aan toe te kennen. Dus naast de twee managementoverzichten ook de benchmarkgegevens die je kunt gebruiken om daar wat gevoel bij te krijgen. En uiteindelijk, waar ik de video mee begon, praktijken waar het rendement onder druk staat, zijn op zoek naar verbeteringen. En het meten van de praktijkprestaties is altijd het startpunt naar verbetering. En dus ook hierbij het advies om te beginnen met het vaststellen van uw managementinformatie, om vanuit daar ook uw doelstellingen te gaan vastleggen. Op het moment dat u doelen stelt, kunt u ook met behulp van de managementinformatie veel beter monitoren of u ook die doelen gaat halen. Dus de managementinformatie dient ook consequent en volledig te worden bijgehouden. En u dient daar ook met enige regelmaat natuurlijk naar te kijken om te monitoren of de praktijk nog naar behoren presteert. Nou, met deze video plus de verschillende documenten in de toolkit hopen wij u op weg te helpen op dit vlak. En ik wens u er veel succes mee.